Zitten. Kom binnen. Aan mijn tv was zeker, hè? Kom, kom, kom maar door, loop maar door. Ze zit al thuis, hè? Oh, oh, man, man, man. Hey, zal ik een goede nacht hier, mevrouw? Ja. Oh, we zijn blij dat je zit, hè? Want we eindelijk ons verhaal kunnen doen. Het laatste gat, hè? Mooie tijd met te drinken. Oh. Ja, ze is gastvrij, hè? Liever dat ik het vertelde. Ja. Gewoon zo gelukkig, hè. 26 jaar geleden. Hè? Ons kindje ging er weer aankomen. Ja. De zwangerschap verliep goed in ben, hè. Alles ging vlot. Ja, dat kindje groeide, hè. We gingen zo verschillende keer naar de gynaecoloog. En alles in orde, hè. Alles in orde. Ja. Maar, ja. Ja, maar de gynaecoloog zei wel dat het een rutting ging. Het ging een rutting zijn, ja. Ja, goed, ja. We hadden nog naar het best al dat dat nee, zo goed ging worden. Ja. En ja, 9 maanden nadien, we dachten, het is vandaag, hè. Maar ja. Ze zijn een veearts moeten behalen, hè? Ja, ze moesten omhoog heffen, hè. Ja. Om te zien wat er handen was. Lekker beest. Lekker beest. Hij had er volgens mij 2 weken gehad. Ja. Ja, het was nodig en... Maar naar samen bleef liggen, hè. Ja, uiteindelijk, ja. Ze hebben het alweer naar de gynaecoloog geweest, hè. Ja. Die zei het. Ja. Dat, hè. Hij zou het aan zijn logen, hè. Ja. Dat was... Ja, je bent onmakkelijk. Ja, dat was niet goed, hè. Hij zegt niet, hè. Ja. En dat wie de jaren, Robert, was er nog altijd niet, hè. 2 jaar, 3 jaar. 3 jaar. 10 jaar hebben we nog een feestje hier, ja, ja, ja. Het Robert, waar are you feestje? Ja. Ja, Robert, het weet het 15 jaar en Robert was dat nog altijd hier. Dan weer het 20 jaar. 20 jaar, maar dan... Dan worden we het overheen. We worden het overheen, maar dan ook thuis op ons gemak. En als beiden hebben we nog eens juist elkaar geknuffeld. Hé, ken dat wel? En ik plotseling voelde ik zo wat beweging. Maar ik dacht, was dat, joh? Ja, ik zei, was dat nou, hè? Ja, en dan was jij geboren, hè? Dat was al 6 jaar geleden. Zit je al wakker, hè? Pijs, wauw. Robertje! En als de kleine was, hebben we het niet gemakkelijk gehad. Dat was... was lastig. Hier is de zie. Ah, daar zijn ze. Ik word nog een beetje aan het slapen. Kom maar bij Robert. Zet hem maar in. Hey, mannetje. Dat is van televisie. Amai TV. Zet hem maar. Hey, zoetje. Zet hem maar. Papa, kom. Oh, hier is hij, jongen. De snappelijke cellen zijn nu, hè. Oh, een zoetje. Ja, hij hoort is wel lang kan het horen, hè. Maar ik had de coiffeur moeten gaan. Zeg, ga je de jelly gaan doen, papa? Een beetje. Oh, hij wordt gelukt, hè. Moet niet even te drinken? Ja, een beetje water misschien. En ik vertrouw. Ja. Ik ben wel gelukkig met hem. Maar nee. Ons 6 jaar is in ons leven. Hé, hey, ons 6 jaar, hè? Ja. En dat is een schone tijd, hè. Maar soms denken we van, hoe zoet dat zijn met een normale klein. Maar ja, dat is niet meer zijn oogjes en zijn glimlachjes kunnen, hè. Beetje water. Dan zijn we weer tevreden, hè. Het moeilijkste moment was toch zo. Vorige week, hè. Allee, we gingen met hem naar school. Mama wist niet inschrijven, hè? Inschrijven. En het moment dat die leerkracht naar hem kijkt, is er van. Is dat voor een interim? Ze meen dat hij lessen ging komen geven. Lessen komen geven. Ik zat ze naar te kijken, ze zei. Nee, kom lessen volgen. Maar dat was toch geen idee, hè?
moeilijk. Maar met die school, hè. Maar uiteindelijk, ja. Hebben we het gevonden. Sintra, hè. Sintra. Ja, Sintra. Dat is enkel s'avonds wel, hè. Ja. Maar nog een beetje raar. We pijzen dat het een beetje moeilijk was hè, voor hem. Ja, maar die waren slim, hè. Maar ze denken allemaal dat ik veel meer kan. Maar ik kan eigenlijk... Maar je kunt alles, Robert. Je kunt moet alles. Je moet er zelf even nog eens. Je kunt alles, Robert. Dat is allee, waar. Ik kan niet weten, hè. Nee. Kom. Nu denken ze, Robert kan niet. Hij kan alleen maar weten. Wat denk nou? En fietsen dat ik kan. Met steunwieltjes, ja. Maar ik kan fietsen, hè. Moet je nog iets hebben? Bedankt. Dag. Tot de volgende, hè. Misschien. Sorry, ik kom proberen.